Vandaag is het 3 maart 2005 en dit moet een kleine documentaire worden, tenminste een soort document voor Jan Kallenbach. Nou moet ik heel snel naar achteren toe, want er komt een auto aan. Jan Kallenbach, die bijna 30 jaar of misschien langer nog hier op de academie heeft gezeten. Ik ben een leerling en ik ben een collega, daar ben ik heel trots op. En nu ga ik eventjes iets schieten. En dat is de dojo waar we altijd zo fijn hebben getraind. Nog een paar maandjes, nog 2. En dat zijn de laatste uurtjes die we hier draaien. En dit is het. Voordat je weggaat, dan ga je het. Jan die gaat weg. Welke? Jan Kallenbach in december. Gaat weg? Ja. Oh ja. En wat vind jij van Jan? Ik vind hem een aardig persoon. Vind je hem aardig? Ja. Heeft hij hier goede dingen gedaan of weet je niet? Ja, het weekend, de avonds. Is hij ook wel eens vervelend dat je lang moet blijven of dat je extra klusjes moest doen of niet? Nee. Ik vond hem altijd aardig. Jeetje, Mina. Nou, oké. Ken je Jan Kallenbach? Ik ken Jan Kallenbach, ja. Heb je nog wat tegen hem te zeggen? Ja, ik wens hem veel succes. Ja. En hoop dat hij blijft trainen. Dat hoop ik ook, ja. Maar... Hier heeft hij jarenlang striptease gehouden. Zonder dat iemand het wist, dat is jammer. Even kijken. Hangt hij altijd een echte, een hele bijzondere geur. En dat komt misschien door de aftershave van Jan. En ik vind het altijd wel prettig. Nou. De hoed van de sensei. Zo nog een stukje van de catacombe van het gebouw. De bekerkast. Van de kampioenen van weleer. Ja. Meneer Kuiper, mag ik u wat vragen? Jan Kallenbach gaat in december weg. Wat vond u van Jan Kallenbach? Nou, het was een zeer fysiek ingestelde man. En, ik ben blij dat hij hier op die academie is gekomen. En wat zou ik zeggen, ik heb heel veel boeken gelezen en ik kan wel een paar titels geven. En ik wens hem het allerbeste. Jan, het allerbeste hoor. Zeg eens. Ja, goedemorgen Rob, Ohio Deo de Gozamas. Ah, Ohio Deo de Gozamas. Ja. Ik ga eventjes het gebouw filmen. Dat is... Want zoals je weet gaat het gebouw te gronden. Ja, wat ook mooi is op het ogenblik is het licht in de dojo met uitzicht. Met sneeuw, daarom hebben we ook meegenomen. Kon je gisteravond goed thuiskomen? Ja. Ik ga hem nu afsluiten. Oké, Rob. Ja, wil je nog wat zeggen? Nou, het verbaast me jou zoals filmtoeristen zien, maar ja. Ik vind het wel leuk dat je het doet. Dankjewel. Ik sluit. Nee hoor. Ja, we hebben vrij vandaag. Maar we zijn wel bezig met het gebouw. Jammer, hè? Ja. Nou, dit is de voormalige bibliotheek. Oh, echt waar? Ja. Afgesproken om 12 uur van. Dan gaan we hier naar het kantoortje. Van Jan, kijk eens, een prachtig uitzicht. Een mooi licht, sneeuw. De sneeuw van Maart. Maart roert zijn staart. En het kantoortje, dat is natuurlijk ook wel prachtig, want dat is een echt bureaukantoortje. Even kijken, hier allemaal zit Jan Kallenbach, coördinator, hoofddocent, tijdens mensen, Rob Corradi en Sandy Spil. Nou, eens even kijken. Binnenkomen, til een beetje, stilhouden. Onze grootmeester, Sawai Kenichi Sensei. En als ik me niet vergis, dan zien we hier Jan met de sensei. Even pakken hoor, dit is een mooie partij. Kijk een beetje, wat moet je nou? Kleine oude man. Zo kijkt Jan.
En het mooie is dat deze kleine oude man echt een groot meester is. Prachtig. Mooie calligrafie, waarschijnlijk van Master Li. En als het goed is, hebben we hier Master Li. Prachtige pose. Ja, en het contourtje, dat is helemaal eigenlijk echt geëvalueerd tot een bureaucontourtje. In de kasten, nou, hier zit op slot, er zijn natuurlijk allemaal mooie banden. En hier is veel werk verricht door de sensei. En hier weer het uitzicht. Nog even de oude mooie foto's. Met Kuroda sensei, Don Dreger sensei, Otake sensei, Sawai Kenichi sensei. Sato Yoshimitsu sensei. En wat leerlingen. Sawai, Kenichi sensei. Prachtig. En ook nog Joe. Joe Blooming. Prachtig. Nou, dit was het. 11 uur. Nou, hier is dus de docentenkamer. Helaas leeg. Dus ik kan niemand eventjes interviewen. Dit was wel eigenlijk vroeger een echt territorium. Dit is de vergaderruimte geworden. En het territorium voor een student, dat voelde je als je hier binnen moest komen. Dan zat er die leraar en nou, dat was toch heel spannend als je hier even mocht zitten. En ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar of mensen dat spannend vinden. Maar. Kijk, en dit zijn de velden waar we met Ko en met Jan Koppendraaier en met Freek Stram op gebanjerd hebben allemaal. Nu mooi in de sneeuw. Gang naar de turnzaal, naar de dojo. Hier was vroeger, kon je naar de onderkant geloof ik van het zwembad. Het zijn studiezalen geworden. Kijk hier de VO-zaal. Je ziet helemaal niks dat licht. Kapelein. Kijken of we wat zien. Nou, dit was vroeger onze spelzaal. Totdat Turning Spirit hierin kwam. Met geloof Otto, Sanders en Claudia zijn ermee begonnen. En dit is een echte turnruimte geworden. Prachtige ruimte eigenlijk. Toen ben ik ook nog een beetje mee in de kantine. En hier zat mevrouw en meneer, hoe heet ik weer? Ik weet het niet. Hoppenbouw zat hier. Goh, dat was een spannende tijd, zeg. Jongen, het hele publiek. En dan opkomen. Dojo. Het is misschien een van de mooiste ruimtes die ik ken. En dat komt misschien door de prachtige ligging, mooie licht, goede energie. Dus jarenlang is hier aan goede doelen gewerkt. Dus het gaat ook in die ruimte hangen. En nou ja, hier zit natuurlijk ook de Shin Buken Budo, club van Jan Kallenbach. Hier zit ik natuurlijk ook. Met Jawara. We gaan nu even naar binnen. Stap naar de vaart toe. Blijf even mooi staan zo.
voorspellen. Maar vaak ook zo aan de andere kant. Dan de voorkant. Andere gaat door de voort. Kijk, dit is een mooi uitzicht. Armin zet grote ogen op. Een mooie licht. De ogen sperren betekent ook energie ontwikkelen. We gaan kijken wie we kunnen verleiden door het maken van een stap. Soms denk ik dat ik naar binnen moet, maar ik maak zoveel stap, ik stap eerder zij, heb ik verloren. Je mag niet zelf stappen, anderen moeten stappen. Toi toi! Ja, je hebt er bijna mee. Heel goed. Ja. Oké. Heel